Ja, Dinxperlo, de ontsluiting richting noordwesten, dat baart zorgen. Dat is dan richting Bredenbroek. Daar is daar eerder aan de orde geweest, ook in ons programma over de grens. Met verschillende partijen en groeperingen over de ontsluiting Bergelendijk. Ja. Het college had toen een voorstel om een investering te gaan doen. Jullie wonen zelfs nog verder achter de woning van Denkenspad nog een nieuwe ontsluiting te gaan maken. En dat was ongeveer de kosten van iets van 1,5 miljoen. Ik heb begrepen dat het nu niet meer verder gaat dan 4 ton. Heropwaardering van het bestaande traject in een woonwijk. Nou, ik heb begrepen dat u dat niet zo zint. Nou, het is een gepasseerd station, want het is in de gemeenteraad becommentarieerd. En het is een raadsbesluit overgevallen dat men de opwaardering gaat doen. Dus een krap raadsbesluit. Ja. En ik vind persoonlijk zelf ook jammer dat dit een meerderheid was. En, u week zelfs nog af binnen de eigen fractie. Ja, nou, dat wist de fractie ook wel. Ik had ook aangegeven dat ik daar een andere visie op heb. Ja. En daarom kon ik niet meegaan om dat onderzoek mee te gaan met dat onderzoek. En daarmee wat het college voorstelde vanuit het onderzoek af te wijzen om 300 meter nieuw stukje rondweg neer te zetten. Iets van 1,5 miljoen? Ja, want kijk, 4 ton stond er al om daar een aanvang mee te nemen. Ja. Daar zou dus nog een 1,2 was ook de berekening. Ja. En, maar ik denk dat we daar heel goed op uit zouden kunnen komen als dat 300 meter. En dan zou je daar denk ik die wijk die er al jaren op zat te wachten, toekomstgericht ook. Ja. Een groot voordeel moet doen voor de kern hier. Dus het ging ook om de totale entreeverbetering. En dat is in meerderheid niet gelukt. En we zullen zien wat het brengt in dat geheel. Ik heb begrepen dat men nu gaat nadenken, hoe gaan we dan opwaarderen? Nou, je hebt niet veel ruimte. Nee. Bochtig traject in een woonwijk. Ja, klopt. Maar ik zou niet erg brede trottoirs. Nee. En die sluit meteen aan de voortuin van de woning, dus wordt echt meten eigenlijk. Nee, maar ik heb ook in mijn fractie gezegd, kijk, we moeten wat verder kijken dan 5 jaar of 10 jaar. Nee, je moet 50, 60 jaar vooruit kijken als je zoiets doet. Dat gaat mijn rondweg altijd zo, maar dit is maar een heel klein stukje. En dan zou je op heel veel gebieden zou je dan in onze gemeente het mooi kunnen verbeteren. Ja. En ik kijk ook graag verder, omdat ik zit niet aan de gemeentegrens vast. Als we iets verder hadden gekeken, kun je ook in dat gebied wat betekenen. Voor dus de burgers uit ons gebied. Met de Oude IJsselstreek. Ja, bijvoorbeeld. Voor ons gebied zou je voor die burger ook wat kunnen betekenen. Ja. Andere mening hebben in dat geheel, dat vind ik helemaal niet erg. Want dat scherpt alleen maar vaak de gedachte. Hè? Hebben we het wel goed afgewogen met elkaar. En dat u achteraf misschien toch nog gelijk krijgt. Dat zou kunnen. Want je hoort er ook her en der ook van uw partijgenoten landelijk. Wij moeten investeren uit de crisis. Dan is dit een schoolvoorbeeld, of niet? Nou, wij hebben als gemeente bij punt 9 hadden 9 maatregelen aangekondigd in het kader van de regio. Of in de crisis, zeg maar. Hè. En een van die punten was, laten we investeringen stimuleren. Ja. Nou, dus, dit kan hier zo'n voorbeeld zijn. Ja. Maar dan investeer je, zeg maar, in een stukje ontwikkeling gebied. Ja. Ja. Dus, maar goed, de meerderheid. 8 of 9 om, wat was het? Ik weet niet meer precies, 13 of 12 of zo. Maar in elk geval, de meerderheid heeft beslist dat de opwaardering ingezet moet worden. Het zijn zo, dat is democratie en daar sta ik ook achter, daar heb ik geen moeite mee. Maar soms, ik vind het zelf ook interessant, niet om iedere keer de hokjes van de kleuren van de partijen te laten zien, nee. Juist het gemeenschappelijke, goede visies, die vind ik essentieel. Ja, er zat een weinig gemeenschappelijk zin. Ja, met name de gemeentebelang, die waren behoorlijk ziedend op dat hele verhaal. Ja, nou, dat zijn ze van oorsprong al geweest. Hè. Ja. Ik kan me nog herinneren dat zij ook in de oude gemeente Dinxperlo in de tijd al, maar ik weet niet, in de 90e jaren ook al eens voorgesteld hebben om daar een stukje ontsluiting te maken. In de huidige tijd hebben we een lokaal belang, maar hebben we ook een regionaal belang en zelfs een eu-regionaal belang. Ja. En dat moeten we iedere keer ons realiseren, dat we dat meenemen. Dat staat
dat staat ook wel uitgeschreven, toen met de nieuwe aanvang van het raadsprogramma, ja. Hè, dat we op alle fronten ook iedere keer moeten kijken. Heeft het ook betekenis voor ons regionale belang, heeft het ook betekenis voor ons eu-regionale belang. En ja, dat vind ik essentieel. En hier zitten elementen in mijn optiek, dat dat zo kan zijn. Dus ik